Yo! Kijkerspelers van online volop in de schijnwerpers. Van harte kijken we terug bij een gelukkige competitiewedstrijd hier in de EFL Championship. We gaan weer lekker verder waar we natuurlijk de vorige wedstrijd, vorige keer natuurlijk waren gebleven. Een nieuwe wedstrijd, we spelen vandaag tegen Watford. Een belangrijke wedstrijd, we staan plek 5. Dat is goed, uitstekend zelfs. We zijn heel benieuwd hoe we het vandaag gaan doen. Samen met mijn collega Jeroen Guter zal ik deze wedstrijd van commentaar voorzien. Althans, probeer. En het is tijd voor een wedstrijd in de EFL Championship. Kortom, een wedstrijd die je niet mag missen. Je weet het nooit van. Ook een wedstrijd thuis kan ook leuk zijn. Vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het ook een geweldige wedstrijd gaat worden, zie je het. Pak gewoon één wedstrijd per maand. Pak de hoogst klasserende ploeg, pak ik. Thuisteam gaat met deze elf aan de wedstrijd beginnen. Ze hebben hier de Hollandse school omarmd. Met deze 4-3-3 opstelling aanvallend. Met defensieve van 4-2-4. Ja, dat klopt. Maar sommigen omschrijven deze formatie ook wel als een aanvallende variant op het aloude 4-5-1. Goed, dat was dus onze opstelling. En ook vandaag zal dit team hoogstwaarschijnlijk weer de druk op de tegenstander flink opvoeren. Dat zijn zij. Over de gehele linie worden de tegenspelers meteen dit is hoe we het tegen deze ploeg dan proberen. Wesley Hoed. En dan zelfs. Speelt het weer wat voor de rest allemaal, ja. Maar die Wesley Hoed. Dat is in Nederland goed. We gaan de rest lekker overstaan. En dan gaan we lekker de wedstrijd spelen. Op een overwinning staat er redelijk goed voor. Kunnen we een plekje hoger komen? We kunnen net niet derde worden. Misschien net wel, ik weet het niet. De bedoeling is om deze wedstrijd ook te winnen. Ze staan volgens mij op de 12e plek, zoiets. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar hier wordt voordeel gegeven. Maar van uitstel komt niet altijd afstel. De scheidsrechter geeft alsnog een vrije trap. Adem Maher. James. Wel wat ruimte aan de zijkant. Quarry is het keer bij spel, dan mag dit doorgaan en dan is het een 1-0. Maar hier is al de openingster. Hij zit. Hij telt. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal. Nee, het is geen buitenspel. En dan is het dus alleen 1-0. Het is een 17e doelpunt in 17 wedstrijden. Nou. De score is geopend. Het is 1-0. Wesley Hoed. Speel maar door, gebaat en scheidsrechter aan de spelers van Watford. Tienerstal. Dat zijn bijna, ging maar net goed. Adem Maher. Maher, overtreding, kaart. Scheidsrechter, wat ga je doen? Gele kaart. Ik zou het wel weten hoor, ik zou hem hiervoor geel geven. Gelijk geel. Dat is vroeg in de wedstrijd. Ja, de scheidsrechter laat hier zien dat er met hem niet te spotten valt. Ze zijn gewaarschuwde spelers. Vries. Dat is leuk. Kuipers. Bernal. Dit begint er aardig uit te zien. Bernal. Daar is Maher! En daar is niet de 2-0. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Nou, ik ging dat was weer een kans. En een grote. De Vries. Voor het doel gebracht. Nee, er zit iemand tussen. Santana. Adam Maher. Maar hij gaat dus nog een keer proberen. En nu gaat hij daarnaast. De doelman zag het van ver aankomen. Er wordt ook gevoetbald op Carrow Road. En er is net gescoord, toch, daar? Een goal voor Norwich. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding, met 15 minuten achter de rug. Thank you very much for the update.
En Uberstal met een redding. Die hij niet klem vast kan houden. En die zit er geweldig in, dat moet ik zeggen. Die zit er geweldig in. Dat geef ik eerlijk toe. Dat de bal erin gaat, verbaast me wel een beetje. Hier de red en dan hier het gewoon wegwerken naar hem. Doemer moet achteruit. En hij komt er net niet aan. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. James. James is de bal zomaar kwijt. Watford benut de ruimte en rukt opnieuw. En daar moeten we toch weer... doen we toch weer gaan ingrijpen. Komt de hoekschop in het midden. En zo. Een venijnige koppel. En menig keeper zou hier op het antwoord schuldig is zijn. Is het nu een keer? Ja, maar deze doel... Omgedraaid binnen 10 minuten. De eerste 5 minuten kwamen voor en daarna... Wordt weggewerkt. Komen zij. En zo te zien zijn ze nog niet klaar. Hiermee moet je uitkijken. Bernal, ja, leef hem maar in. Daar is hulp voor de aanvaller. Coné. Doelman kan redden. De volgende corner. Hoekschop wordt voorgegeven. Weggekopt. Die bal wordt weggewerkt. Balbezit nu voor Watford. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Maier, Bukari. Voordeel voor Watford. Voordeel. De aanval mag verder van de scheidsrechter. Van Brugge op de bal. Sterk verdedigd op de eigen helft met die tackle. En zo moeten we echt op gelijk zitten zij er bovenop. Adem Maher. Bukari. Komt steeds meer naar voren. De mensen hier willen dat hij schiet. White, maar daar gaat het lang om. Maar de scheidsrechter lijkt het zeker te weten. Kans weg. Het ook zelf kunnen schieten, hè. Ja, mooi, zo'n steekpaas. Is nog niet voorbij. Een enorme redding. Wat een gekloeid daar. Maar het levert goed, nog goed af. Hier weet hij de bal niet klem vast te pakken, hè? Maar nu heeft de keeper de bal er toch. Maar echt. Ja, leef hem daar maar in, ja. Mooi gespeeld met een, ja... Ze zijn het echt kwijt. En dan de voorzet. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Wat een reddingen. Maar de buitenspelvlag. Ja, dan gaat de vlag alsnog buitenspel. Maar wat een kans. Kans 1. Redding. Dat was dus, dit was dus redding 2. Daarna kan het dus inderdaad buitenspel. Bij de tweede paas. Want het waren 3 keer werd er geschoten. Maar de tweede was dus al buitenspel, omdat er nog een keer... Opgejaagd op eigen helft. No. Dat is een kaart. Die inzet komt Watford op een overtreding te staan. Ja, waarom inleveren? Dribbel, daar komt hij aan hoor. Hier kunnen ze voorkomen. En nu gaat hij daarnaast. Daar komen we weer goed weg. Zelf gaat dat eigenlijk 3-4-1 achter staan. Ja, meer beheersing kunnen nemen inderdaad. Het is ongelooflijk. Helaas. Die zit er. Nee, die zit er ook niet. Deze kans. Dat was voor hun weer een kans. Dat was weer een kans verneukt. Dit is ook weer een kans verneukt. Dit blijft niet goed gaan als dit zo doorblijft. Dan kun je de bal erin leggen. En dan lukt dat niet. Het schiet bij me lekker. Right. Dit kan een counter worden. Raak hem hier kwijt.
Dus gaan we echt bijna rusten. De vierde official geeft aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij komt. Right. Er is ook nog eentje voorbij. Die vliegt erin, zeg. White gaat zelf. Deze keeper is goudwaard, zeg ik. Platina. Fantastisch. Daar komen ze een keer weer. Het publiek moedigt de spelers. Het doorkuppen. Als ze uit deze situatie scoren. Die zit niet en dan gaan we rusten. Het is rust, zegt. Zo staat het. Gelukkig. Nog 1-1. Maar het had ook 1-4 kunnen staan of 1-5, noem het maar op. Nog wel wat ruimte aan de zijkant. Dus even kijken naar de wedstrijdoverzicht. Balbezit voor de 56. Redding 8 op 2. Schoten. Schoten 5, zij 12. Dus dat is eigenlijk meer. Zeker het dubbele. Ach, moest je niet wisselen? Ja, nu gaat het sowieso niet. Nee, we hadden het ook zo lekker staan. Goed, tweede helft. Hopelijk gaan we een tweede helft er volop voor. Geniaal. Dat is vaak overdreven. De eerste helft hier was wel geniaal. Met prachtig aanvallend voetbal. En veel mooie schoten op doel. En hier is de tweede helft. Ik zit hier echt te watertanden. Zeggen, hier te komen op hetzelfde niveau als in de eerste helft. Dan wordt het absoluut weer smullen. Maar aan de verkeerde kant, zullen we maar even zeggen. Er is de bal. Kone. Genoeg mensen erachteraan. Die bal wordt onderschept. Kijk, we moeten echt die bal proberen in onze ploeg te houden. Want we geven hem telkens hier. Steekbal, bal weg. Nu niet. Dit is goed. Bukari. Maar hij heeft daar 3 mensen bij. Dat gaat hij niet redden. Ik houd hem tegen. White. Voor de voorsprong. Dat gaat niet worden. Hij is dan de bal kwijt. En ze kunnen meteen weer aanvallen naar die ingreep. Aangespeeld. Bernal niet. White wel. Het is 2-1. Niet geweken. Ja. Het maakt niet uit wie het doet als hij naar de ring gaat. Een volley met een timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Ja, er zijn natuurlijk weinig spelers met zo'n traptechniek. Nou, laat ik doen, man al. Hoe die bal richting de spits wordt gestuurd. En dan kan hij van dichtbij worden afgerond. En ja, dat is precies wat hier 2-1. En we gaan verder. En de 55ste minuut, dus 50 minuten later, als ze die kracht hebben, valt het tweede doelpunt voor ons. Het heeft lang genoeg geduurd. Ja, lang genoeg. We krijgen niet zo heel veel kansen. Zij krijgen mega veel kansen. Maar uiteindelijk. Die bal had veel lager ingespeeld moeten worden. Levert dat voor ons nog goed op. Adem Maher. Ja, wat is dit? Ja, een goede onderschepping. Het is een. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Ik dat ook niet opgeeft zomaar. Ze wegen hun mogelijkheden af en bouwen op. Ha, wat een mooie zin. Er wordt een speler vervangen. Laten wij ook maar eens even wisselen. Het is een ingooi van de tegenpartij. Even kijken. Santana en Bukari. Hij is moe, Bukari. Venema 64. Niet echt hele lekkere spelers, moet ik zeggen. 69, laat hij even zo staan. 68. Wil ik toch heel even wisselen voor Watts. Er komen 2 wissels aan. En hij schiet. Een knappe redding van de keeper. Hij moest zich helemaal strekken.
En dan komt hij nog een keer in actie. Deze keer is het wat makkelijker. Ja, maar die eerste redding, wat? Die was geweldig, hoor. Wat Bernal. Hij blijft richting Boel marcheren met die bal. White! Redding. Die leeft hem zo in bij de doelman. Zullen we maar even zeggen. Er ligt ruimte voor de counter. Dat zagen, dat is ook de zaak. Dan gaan we kaarten krijgen. Dit is absoluut een sliding waar je geel voor zou kunnen geven. Geel, zegt de scheidsrechter. Geel? Ja, daar hoeven we toch niet over te discussiëren, zie je. Het lijkt me gewoon volkomen terecht. 20 minuten op de klok. Elliot Matoso. Is alweer even aan de bal. En dat is Van Brugge met een ongelofelijke redding. Kijk, en hier Blok. De bal komt voor het doel. Van Brugge weer. Venema. Venema moet dan weer gaan opstaan. Santana. Stekenpaas is lijkt me buitenspel. Maar de vlag blijft omlaag. En hij kan er 3-1 vallen en die valt niet. Dit had hem moeten zijn. White, die kansen moeten er gewoon in. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Komt de hoekschop in het midden. Daar komt de tegenstander tussen. Adama Heer. Het opnieuw proberen. Venema en die zit niet. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt. Laten we nog 2 andere wissels inzetten. Even kijken. 63, 61. 5. Venema toch? Hebben we gewisseld, dus we gaan hem niet nog een keer wisselen. Hij is wel iets beter. Oh, 65. Ja. Laat dat doen Van Brugge. James 66. Laat die ook wisselen voor Amos. Die toch graag achterin. Minstens zo goed dat wat beter gaat. We gaan hier een wissel zien. De vis. Hoekschop wordt voorgegeven. Het gevaar wordt eruit gehaald. Venema. White draait en scoort niet. Hij mist flink. Er 2 treffers voor moeten staan. Ik snap niet dat hij deze niet benut. Het is niet te bevatten. Ze hadden de voorsprong een behoorlijk stuk comfortabeler kunnen maken. Ze hadden 3-1 kunnen en moeten zijn. 1-1 op de doelman. Dat ook nog. Elliot Matoso. En dan weer missen. Wesley Hoed. Maar hij heeft er wel 2 gemaakt, dus daar moeten we ook weer zeggen dat hij wel de man is. Hij laat zien hoe het moet. Een mooie dribbel. Vlijmscherp die voorzet, zeg. Maar niemand die de bal aanraakt. Dat wordt er niet meer aangeraakt, dat is maar goed ook. Korte paasjes. Kijk uit. Van Bruggen. Adem Maher. Maher. Hij weet hem te pakken. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Dan die bal maar even wegwerken. Ja, het is goed, Bernal. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Bernal deze om de wordt geblokt. Het is bijna tijd en een doelpunt voorsprong. Als ze deze hoekschop optimaal... Laten we ook even een laatste wissel. Wat is de belangrijke? Wat gaan we doen? Gaan wij McDonald 47 Van Brugge of Wesselink? We gaan hem Wesselink wisselen. Hij is het moeiste ervan. Toch achter een... Zijn ze allemaal uitgeput? Minuten en scoren hebben ze nog meer zekerheid. En een wijziging in het team. Maar het is zo het is. Corner voor het doel gebracht. Aardig hard nee, voor het zit doel. Iemand bij. McDonald. Van Brugge. Hij stoomt verderop. Ah, die voorzet is veel te hoog voor de luchtmacht voor het doel. Wat? Geen balbezit meer.
Rots, die maakt daar een overtreding. Nou, de kaarten blijven op zak. Laten ik zou daar blij mee zijn. Gaan. Doe, waarom... Rots die heeft een waarschuwing gehad. Als hij nog een overtreding maakt, Wesley Hoed, krijgt hij direct geel. Het maakt niet uit wat voor overtreding dat het is. Minuut 88 loopt. Laatste minuten gaan in. We hebben niet lang meer te spelen. Maar ze bouwen nog een keer op. Tackle in het eigen doelgebied. Right. 2 minuten nog. Het was een gevecht. Wesley Hoed. Tot de laatste seconde. Matoso. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Ah, gaat hij dan nog in? Oei, 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 oei. Oh, dit is pijn. We weten zelf hoe het is om de blessure tijd te scoren en nu krijgen we hem tegen. Tja, ze hadden zoveel ruimte. Er zijn ook gelijk afgelopen. Het eindigt hier niet een 2-1, het eindigt hier een 2-2. Dat zonder wat zie je wel pijnlijk. Twee goals, dat is op zich prima. Maar als je zo bekijkt, is een punt eigenlijk een klein beetje voelt een klein beetje als een overwinning. Waarom? Zoveel kansen laten liggen. Zij hebben heel veel kansen gehad. Heel veel. Anders had het toch wel, ja, zo het is. Wel wat ruimte aan de zijkant. 2-2. We gaan gewoon meteen een interview doen. Dan gaan we gewoon kijken hoe... Ja, we hebben gewoon niet echt geweldig gespeeld, moet ik zeggen. Goed, volgende wedstrijd natuurlijk beter. Het seizoen is natuurlijk nog lang. We staan er redelijk goed voor. Er is geen paniek in de tent nog. Dat is voetbal. Komt dat de vermoeidheid, dat ook. Thank you for your time. Dan valt nog een wedstrijd gespeeld. Goed. Speed League Preston. Dat is wel een hele belangrijke wedstrijd. Kijk, we hebben hier dan. Kijk, daar tussenin hebben we nog een wedstrijd gespeeld. Die hebben verloren. Dat kan echt niet. Nou goed, we hebben in ieder geval deze maand 7 punten gepakt van de 4 wedstrijden, dus dat is goed. Volgende zijn er toch best wel wat langer. Ze spelen ook tegen Sunderland. Gaan we even kijken welke wedstrijd. We kunnen Preston pakken, West Brom of Sunderland. Ik weet niet wie er het hoogst staat. We gaan eerst maar eens even kijken. Dan zijn ze een beetje, ja. In een van Mario Bernal. En ja. We kunnen dat doen. Lenen. Korte uitlening. Dat doen we. Weet je, misschien wel. We kunnen hem altijd natuurlijk terugvragen. Het is wel dan met een kleine vergoeding, maar goed. Kijk, maandagsverslag jeugdteam. Hebben we nog wat goede spelers? Alleen hij is van 7-8. Hij is al 4 dus kijken. Die is weg. 54 kan beter. Oeh, 54 tussen de 74, dat is wel heel goed. Hij is 1,5 miljoen, die gaan we meteen contracteren. Dus even kijken, 22 tussen de 6 is ook wel goed. 425. Die wordt even verder gescout, deze.
ook voor die dan aan een andere ploeg. Oh, zij willen dus ook. Transferonderhandeling. Oh, dit is ook lenen. Korte uitlening. Ook gewoon een korte uitlening voor het rest van het seizoen, zeg maar. Oké, goed. Ik wil even gaan kijken. We klikken heel even verder. Gaan we heel even door. Dat is wel een hele goede ploeg. Zullen we dat gewoon doen? We hebben ook nog Nick Venema, dus dat is ook goed. En daar hier en daar nog wat jeugdspelers op zich. Zullen we het kunnen gaan accepteren? Zullen we het gewoon doen? Zullen we het gewoon accepteren? Ja, waarom niet? Dat is ook goed voor hem. Wat is zijn contract wat hij heeft bij ons? Want ik weet niet wat zijn contract hier is. Is dat een... contract heeft hij voor 1 jaar en 6 maanden ook, dan is hij nog gewoon of kijk, we gaan verlengen dit allemaal. Maher, die kunnen niet verlengen, Danny Post kunnen niet verlengen, Zeva kunnen we verlengen, die gaan we denk ik ook gewoon doen. Unistal moet verlengd worden, ja ik denk het gewoon van wel. Zelfs gaat hij een keer weg. Oké, we doen het. Dus dan heeft hij zeker nog een jaar bij ons en dan zien we weer verder. Dus dat accepteren we. Goed, dat accepteren we wel. Oké, wat is de stand? We staan nog op dit moment op de juiste plek. Oeh, tegen Preston, dat is een cruciale duel. Het kan zo zijn dat we die wedstrijd gelijk gaan doen vrijdag. Zo, het hand was. De rest speelt allemaal wat laag zondag. Spelen nog tegen. De Coventry City. Ja. Dan gaan we deze wedstrijd gaan we dus spelen. Dus uitwedstrijd. Dus dan moeten we een hele belangrijke wedstrijd laten gaan. Nou goed, dan is dat maar zo. Er is geen FA Cup wedstrijden. Nee, ik weet niet überhaupt niet wanneer dat die komen, maar dat zullen we vanzelf wel zien. Goed, dan zien we elkaar vrijdag gewoon weer terug en dan zitten we bijna in januari en dan gaan we kijken dat we natuurlijk richting de zomerstop gaan natuurlijk en dan gaan we proberen om alles ook af te sluiten. Ik hoop heel eerlijk gezegd dat de play-offs kan bereiken. We zijn 19 wedstrijden gespeeld, 35 punten, plek 5, het geeft net recht dus natuurlijk. Dus het staat er goed voor. We hebben 3 punten en een voorsprong van 3 punten. Dus dat, en als tegen Preston die wedstrijd winnen, ga ik zelf simuleren. Dan hebben we een gat geslagen van 6 punten. Want dat is een wedstrijd die we absoluut niet mogen verliezen. We zullen het zien. Goed kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan maar weer, jongens. Mazzel!